Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Sommige delen van Nederland waren al eerder feitelijk bevrijd, maar de definitieve Duitse capitulatie vond plaats op 5 mei. Bewoners van Breukelen werden verplicht om Duitsers in te kwartieren. Als het over inkwartiering gaat, kan ik me vaag herinneren dat wij twee Duitsers ingekwartierd hadden. Opaatje, ook nog Duitsers in huis? Ja, wij hebben inderdaad in de oorlog Duitsers in huis gehad, Teun. Dat was je verplicht. Omdat dit huis redelijk groot was en wij natuurlijk maar een klein gezin hadden. Ik was maar een jaar of 6 en mijn zusje was maar 2 jaar. Hadden wij wel een paar kamers open. En dan werd je verplicht om Duitsers in huis te nemen. En we hadden twee Duitsers in huis en die kwamen uit Stuttgart in Duitsland. En die waren zo rond de 22 jaar. En die werkte in de administratie van de Weermacht. De Weermacht is het Duitse leger. We zijn hier op de Loswal in Breukelen. En aan de overkant ziet u het huis Vecht en Hof. En in de periode 40-45 was dat een van de vestigingen in Breukelen van de Weermacht. De andere vestiging was het voormalige waterleidingkantoor aan de Straatweg in Breukelen. En die ene Duitse die heette Herr. En die zei, en dat is Duits en dat hebben jullie waarschijnlijk op school nog niet geleerd. Die zei, alle Joden moeten dood, alle Joden moeten dood, anzufangen met Jezus Christus. Te beginnen met Jezus Christus. Dat was natuurlijk een verschrikkelijke uitspraak. De bekende Joodse kunsthandelaar Goudsticker kocht in 1930 kasteel Nijenrode in Breukelen. En stelde het open voor publiek. Op deze wijze trachtte Goudsticker ook minder kapitaalkrachtigen in contact te brengen met kunst. Maar Göring had andere plannen. Die Duitse, die Alois Middel, de kunstinkoper voor Göring, die had dus de hele firma Goudsticker ingepikt. In het huis van Goudsticker in Oudekerk aan de Amstel is hij gaan wonen. En de kunstverzameling uit het kasteel is helemaal eruit gehaald en naar Amsterdam overgebracht. Ik weet van ooggetuigen, van kinderen uit die tijd, die hier woonden toen in de oorlog, die hebben hier onder die hulst, dat hebben ze staan kijken. Dat was in de zomer 40, toen dus die Duitsers alle kunst uit het kasteel over de brug gedragen hebben. Die vrachtwagen die bleef voor de brug staan. De brug was te slecht om overheen te gaan, dat dorsten ze niet. Dus onder dekens hebben ze al die kunst en schilderijen, die beelden allemaal verhuisd. En de kinderen hebben hier gewoon staan kijken van zo, dat is spannend. Dat mochten ze, het was illegaal dat ze daar stopten kijken. Ze mochten weten buiten die tijd. Ze hebben toen met die procuratiehouder, die woonde hier in het huis waar later Lakers is gewoond, bij het hek. Daar woonde de procuratiehouder van de firma Goudsticker. En toen, Goudsticker die is gevlucht in de zomer van 40. Het laatste schip wat uit Nederland vertrok, de SS Bodegraven, is op die vlucht omgekomen. Hij is in een ruim gevallen, op zijn nek gebroken. Maar goed, onderweg naar Amerika is Goudsticker in Zuid-Engeland begraven uiteindelijk. De bezetters namen hun intrek in kasteel Nijenrode. Zij maakten veelvuldig gebruik van de wijnkelder. Hier komen we in de kelders van het kasteel. Wat vroeger hierachter, dit middeleeuwse muurwerk, daar zit het donjon. En daar zaten dus vroeger de wijnkelders van Goudsticker. Maar die waren dus goed gevuld. En regelmatig kwamen die hier met een aantal bevriende officieren. En dat was het knock-knock op de poortdeur waar de tuinbaas woonde. Die had sleutels. Die mocht dan de deur open doen. En die mocht dan... Dan gingen ze aan de pimpel. En als ze klaar waren, dan was het weer... De boel mocht weer op slot. En de dochter van de oude tuinbaas, die leeft nog. Die spreek ik wel eens. En die heeft ook nog het... Oh, dat is een hele gastenboek uit die tijd. Dus daar vind je echt ook namen als oude defunte, Willy Lagers, Sijs Inkwart, al die, Herman Göring, die kwamen hier ook bij drinken in die tijd. Dat heb ik even te lezen van de dochter van de oude tuinbaas uit die tijd, Antje Heijnhuis. Morgen ga ik het keurig terugbrengen. Ja, en hierin kom je dus
allerlei beruchte namen tegen. Is niet allemaal even leesbaar. Hier heb je Sijs Inkwart, zijn vrouw, zijn dochter. En Sijs Inkwart, dat was de Rijkscommissaris van Hitler. Dit is een hele beruchte Willy Lagers. Geloopte das was Hartmacht, dat is een tekst van Nietzsche. En dat was even de vier van Breda die hier in Kooikershuis woonden. En dan hebben we hier, dat is Henriette van Sierach. Dat is de vrouw van Baldur van Sierach, een nazi-kopster. En dat is de dochter van de Hitlers hoffotograaf, Hofmann. De beruchte Jodenjager Ausdifunten, Pinksteren 1943. En hier Hitlers rechterhand, Hermann Göring. Hier is hier ook, hier was nog niks geschreven. Hier werd denk ik dit de wijn is wat je ziet. Zijn rechterhand ook de kunstinkoper van Göring. Ja, en na juli 43 dan stopt het gastenboek. Op die deur is er s'nachts heel hard gebonkt. En aan de binnenkant, jongens, zaten van die hele zware knippen. Het is een deur natuurlijk die heel erg oud is. Dus opa schoof die open, deed de deur open. En toen stonden daar die drie gemaskerde mannen. En die zeiden tegen mijn vader, jullie overgrootvader, Jan, kom je bed uit. Want we hebben radio's, die moeten we opbergen, want er is morgen razzia. En een razzia wil zeggen dat je, als je een leeftijd had om te kunnen werken, zeg maar rond de 20 of 25, dan pakten ze je op en dan werd je naar Duitsland gestuurd om daar in de oorlogsindustrie te werken. En hierboven in deze schuur had mijn vader de radio's van een aantal Breukelse mensen opgeborgen, want die stonden hier natuurlijk veilig. En toen die razzia er was en ze bij opa aan de deur klopte, toen zei opa, nee, wij hebben geen radio's, maar als je zelf even in de schuur wil kijken, dat mag dat. Dus hij pakte de ladder en liep hiermee naar toe en zette die ladder hier zo schuin neer naar boven en daar was het luik. En die Duitser die was nogal dik. Dus als hier zo'n ladder staat, ja, hoe kom je dan op die ladder natuurlijk? Dus die Duitser was hier aan het wringen. En die, dat lukte hem niet. En toen zei hij tegen zijn collega's, daarboven is helemaal niks. We gaan weg. Het verzet in Breukelen had wel een bijzondere samenstelling. Men had vanuit misschien de Loenense of de verzetsgroep uit Amsterdam bericht gekregen dat er een kolonne Duitsers onderweg was over de straatweg vanaf Loenensloot, Loenen, Nieuwersluis naar Breukelen. En die moest gesaboteerd worden. Toen had Wim Spink een van die jongens in de richting van Utrecht gestuurd met zijn steenkun om te waarschuwen als er Duitsers aan kwamen met paardenwagen of met auto. En die twee mannen die hadden een sabotagedaad bedacht. Dus er zat een groepje van drie zat er op de straatweg en daar sloegen we spijkers tussen de stenen. De straat was toen nog niet geasfalteerd. Daar zetten ze allerlei scherpe mesjes tussen. Maar toen kwam er een groep op de fiets en die zagen ons op die weg bezig. Maar toen vluchtten we het bos weer in, maar toen hoorden we al gauw de kogels over ons heen gaan. Bij de bevrijding blijkt dat in een verborgen kast hier op dit kasteel de mensen een radio hadden staan. 1944. Zat hier onderduikers illegaal naar Radio Oranje te luisteren. Daar hebben we gelukkig een foto van uit die tijd. En dan zien we de onderduikers Leo Leenders en Tony ter Broeke. En die zitten hier. Er zat hier een heel systeem in met een klepje en een touwtje. En er was een geheim luik. En dan zaten ze dus op een rookstoel zaten ze, met z'n drieën. Ook de zoon van de oude tuinbaas die zat daarbij, Lammert. Die hebben ook deze foto gemaakt.
En die zaten hier Radio Oranje te luisteren. Op het moment dat dus de Duitsers het kasteel in bezit hadden en die hoge officieren vaak hier de wijkkelders kwamen plunderen. Dat is wel een hele bizarre omstandigheid, zeg maar. De Duitsers die dan onder begeleiding van een Canadezen erachter komen dat er naar de radio geluisterd is, kijken heel vreemd op. Dit is de chauffeurswoning van 1912. En dit is ook de plek waar aanvankelijk dus die procuratiehouder van Wim Goudsticker woonde, tot 1943. En toen is hier Willy Lakers, een van de latere beruchte drie van Breda, gaan wonen. Die hebben hier gezeten tot zomer 1944, toen is die opgepakt. Daarna zijn hier zeven Duitse waterbouwkundige ingenieurs komen wonen. Die blijkbaar de opdracht hadden om hier toch een aantal stukken in de polders te inunderen, om de geallieerden tegen te houden. En ik heb later in het kasteel een keer een kaart gezien, maar die is helaas later verdwenen. Een topografische kaart waar die kleur aangegeven was van die polders. Waar en wat en hoe en wanneer. Zeg maar met codes erop en ingekleurd. De volgende dag had mijn vader met schip naar Utrecht. Hè. Je had dus vaarplichten. Je moest dus varen, want je was vergunninghouder en je was verplicht om te varen. Ook al had je geen lading, je moest varen. Dus mijn vader die komt vanuit Utrecht aan het eind van de dag naar Breukelen gevaren. En die meert af bij ons voor de wal. En mijn grootvader, ja, die ving hem op natuurlijk. Die vraagt aan mijn vader, is er wat gebeurd vandaag? Zijn jullie nog beschoten? Want ze waren heel veel beschoten door Engelse jagers. Daarvan heeft Hendrik Land het Loenersloot beslag weten te leggen op een filmpje. Leuke dingetjes die ik, nou leuk, wat is leuk, maar die dan, waar je dan toevallig op komt, is een bombardement of een beschieting van die plaatsgevonden heeft net noord van Vreeland op 13 september. En toevallig ben ik daar een filmpje van tegengekomen, gemaakt vanuit het vliegtuig, een combat filmpje noemen ze dat, op het doel. Wat dan in dit geval aangevallen werd. In dit geval was dat een boot. En het frappante van het verhaal is dat met de heer Mur ik er eigenlijk achter ben gekomen dat het mogelijk een van zijn schepen, van zijn vaders schepen is geweest die aangevallen werd. In de buurt van Maars waren bijvoorbeeld, dan zagen ze de jagers de verte als stiekjes aankomen. En dan schoven ze de schuit met de kop in de wal en dan renden ze het weiland in. Ja, en dan ratelden later de .50'ers over het dek en het schip. De strategische ligging van Breukelen leidde aan het eind van de oorlog tot aanvallen van de geallieerden. Vooral het spoor was het doelwit van de bombardementen. Nou, en een van die aanvallen werd uitgevoerd door het Baroda Squadron, waar Philip Burggraaf alles van weet, die daar heden ten dagen nog contact mee heeft. En een van de vliegers daarvan was Maltby. Op deze oude begraafplaats midden in Breukelen, waar jaarlijks de dodenherdenking gehouden wordt bij het graf van de piloot die omgekomen is bij de aanval op het station, Christopher James Maltby, flight lieutenant van 124 Baroda Squadron. Er is hier in deze omgeving heel veel gebombardeerd. Het was de bedoeling om de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en naar Rotterdam eruit te bombarderen. Maar dat is eigenlijk niet gelukt, omdat de vliegeniers weinig richtinggevoel hadden en de bommen loslieten die dus overal terechtkwamen, maar niet op de spoorlijn. Zo zijn de bommen terechtgekomen dus hiervoor in de kerkvaart, hierachter in het land, vlak achter de molen. Op het stationgebouw is er een deel ter weg gebombardeerd en ook op het kerkhof wat aan die kant lag. En we hadden op een zondag, op 25 maart hebben we 7 luchtaanvallen gehad. De Spitfires die hier bombardeerden, die kwamen vanuit het westen, draaiden om Breukelen heen richting Tielersluis, keerden weer om en kwamen dan weer terugvliegen en lieten dan de bommen los die hier dus in de regio omheen gevallen zijn. En we zagen de bommen zo aankomen en die gingen gelukkig over het huis heen en vielen achter ons huis in het weiland, maar niet op de spoorlijn. 25 maart is een van de dagen dat er
zware bombardementen plaatsgevonden hebben bij Breukelen. En een van de squads die daar aangevallen heeft is het 124. En tijdens die aanvallen is daar een vliegtuig bij neergestort. Met de piloot Malby die daarbij omgekomen is. Alleen één van de toestellen kwam in de problemen en was niet meer in staat op te stijgen. Hij heeft nog wel kans gezien om die Spitfire aan de grond te zetten. En landde uiteindelijk in het onder water gezette gebied van Kortrijk. Het is daar ongeveer voorbij dat hek dat het toestel neerkwam. Het zat ongeveer een meter in het water. En daar hing die in feite dood over de stuurknuppel. De oorzaak is nooit vastgesteld, maar zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de luchtdruk van zijn eigen bommen en van zijn collega's. De andere toestellen draaien een paar rondjes, zien geen beweging in het toestel en vervolgen hun vlucht naar België, waar ze herladen om opnieuw aan te vallen. Omdat er in Breukelen niets bekend was over Malby, is later door een kunstenares uit Loosdrecht deze bronzen buste gemaakt. I am Lady Sylvia Maltby and I was married to John Maltby, whose younger brother was Christopher. I was very fond of my mother-in-law, heartbroken, absolutely broken, to have lost not only her husband, who was prisoner of war, but she didn't know, in fact, if he was still alive or not when Chris was killed. Chris, her beloved elder son. My name is Lizzie Walsh, and my mother was Chris's sister. And we're currently at Wellington College, which is the school that he went to in England from when he was 13 to 17 years old. He left in 1940, I believe. They were very, very close. I think she was very upset of losing him. So it was very hard on her and her mother. Because his father was Air Vice Marshal Sir Paul Maltby, Chris decided to go into the RAF, and we are grateful to the Dutch for all they have done in keeping his memory alive. Thank you. Sorry, there is more to say about Chris. I certainly did not know him. My understanding is he was very good at sport. He did shoot. Certainly intend to go to university and was hoping to go to either Oxford or Cambridge. Hello, I'm William Maltby, and this is my uncle Christopher Maltby. He was my father's older brother, and he was killed as a young 21-year-old Spitfire pilot towards the end of the war in 1945 in the village of Brooklyn. Yes, you know, I think there's a tradition of military service in our family, but the going back and serving in the army in particular was a very long tradition. There are many, many distinguished army people, but for Christopher's father, Sir Paul Maltby, he was a soldier. It was very difficult. It's interesting, later I heard that my grandfather had had a premonition. I don't know how you say that in Dutch, but he had had a sort of dream almost that Christopher was going to be killed. I'm Sarah Maltby, I'm William's wife of 30 years. And I think, William, you look exactly like Christopher, and particularly when we got married 30 years ago, that's exactly how you look. Ik zie ze nog wegmarcheren. Ze waren te paard, ze waren met de fiets, ze liepen, ze waren met auto's. En het was met recht, zowel letterlijk als figuurlijk, een afgang. En ze zijn eerst, toen de oorlog was afgelopen, ingekwartierd geweest
ja, noem ik het, ingekwartierd. Ze werden gevangen genomen allemaal uit deze streek en op Nijenrode ondergebracht. Er kwamen zo'n 3000 vanaf Utrecht lopend hierheen. En die zijn toen op het, in het park ingekwartierd. En de soldaten die hebben gewoon in het open, in het gras en in het weiland geslapen. Zelfs het weiland van de boer hiernaast. En onder andere in deze grote vijver is heel veel uit de bagger, uit van wapens naar boven gekomen. Nou, ze hadden ook een paar honderd paarden bij zich. Die werden ook het land opgejaagd. En pas de volgende dag zijn ze hier het koetshuis ontwapend op de patio, op de binnenplaats. En ik heb er ooit een keer een krantenfoto van gezien die ik nooit meer terug kunnen vinden. Maar dan zie je echt zo'n hele berg met geweren op die patio liggen. Maar ook dat was pas de dag erop. En ja, ze hadden denk ik aardig de pest in dat ze die oorlog verloren hadden. En er is ontzettend veel materiaal van ze teruggevonden uit de sloten, de vijvers, de grachten. Dat was echt dus onderweg naar het koetshuis voor het inleven, ja, echt in het water gegooid hebben. In Breukelen was geen monument ter gedachtenis van de oorlog. Later heeft men toch gemeend hier iets aan te moeten doen en is hier in het plantsoen deze bevrijdingsbank geplaatst. Nog weer later heeft men gemeend toch een monument neer te moeten zetten die herdenkt alle slachtoffers die er in Breukelen tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. En zo viert Breukelen elk jaar de Dag van de Bevrijding.